Dames en heren, namens Reddingsbrigade Nederland, de Nationale Raad van Veiligheid en de KNRM heet ik u van harte welkom hier op het strand in Den Haag. Drie organisaties die allemaal het maximale eraan doen om te zorgen dat er in Nederland niemand verdrinkt. En die daar gelukkig een gemeente aan de zijde weten die het serieus neemt en erin meeschakelt. Tegelijkertijd is het zo dat er nog steeds onnodig verdrinkingen plaatsvinden. Simpelweg door onwetendheid, naïviteit, domme pech of een combinatie van die factoren. Of misschien ook door beleid dat heel erg op het verleden rust en eigenlijk moet nadenken over de toekomst. De Reddingsbrigade Nederland, de Nationale Raad van Veiligheid en de KNRM willen zich er samen voor blijven inzetten dat er in niemand verdrinkt. Daar hebben we de gemeentes heel hard bij nodig. Meneer Van Zanen, het doet mij deugd om u in dat kader de eerste handreiking, de gemeentelijke handreiking van veiligheid, aan te bieden als burgemeester van de grootste strandstad van Nederland. Dank u wel, en dat weten we. En symbolisch overhandig ik u deze renningsboei. Lieve mensen, veilig zwemmen is een onderwerp waar we aandacht voor moeten blijven vragen. Zoals op deze dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot World Drowning Prevention Day. Als stad aan zee en als VN-stad komt zo'n dag ons natuurlijk als geroepen. De gemeente Den Haag trekt graag op met ervaren partners als jullie zijn, de Reddingsbrigade Nederland, de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Heel veel dank. Laten we hopen dat dit strandseizoen veilig is en blijft. Zonder jullie inzet kunnen we het niet. Op jullie en op de volgende editie van World Prevention Day. Dank jullie wel.